De faculteit der maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit Suriname heeft gisteren de masteropleiding Accountancy gelanceerd. Deze opleiding is geaccrediteerd door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie, NOVA. Er zitten maximaal 25 studenten op de opleiding. Het doel van de officiële lancering was de studenten aan te moedigen de opleiding met goed gevolg af te ronden. De keynote speaker, Ajay Surujbali Singh, gaf aan dat een organisatie die sterk de code van gedragsregels en kernwaarden heeft, zich ook daaraan moet houden. Ik heb vanmorgen begrepen dat de rechterlijke organisatie van Suriname is het eerste rechterlijk instituut in de regio dat met behulp van het Caribisch Hof van Justitie in oktober 2015 een gedragscode heeft ingevoerd. En ze hebben niet alleen gedragscode ingevoerd, ze hebben ook een commissie ingesteld, een soort kamer binnen die rechterlijke macht, die ook toetst dat de gedragscode wordt uitgevoerd zoals het daar is neergezet. En dat is misschien het belangrijkste. Een gedragscode is een copy-paste van Google en zegt dit is een gedragscode. Maar wordt het getoetst? Houdt men zich eraan? Wordt het bevestigd? En als men zich niet eraan houdt, is het zero tolerance of wordt het nog een beetje masso-menos gedoogd? Ik denk dat we daar wel heel erg trots op mogen zijn. Dat de rechterlijke organisatie een gedragscode in place heeft die ook wordt getoetst. En dat ook de eerste waren in de regio. Nou, laat dat een voorbeeld zijn. De Centrale Bank van Suriname heeft ook een richtlijn afgevaardigd die het gedrag van bankiers aan regels binden. Er zijn sommige dingen die ik niet meer mag doen. Volgens Mireille Mons, student-decaan van de masteropleiding Accountancy, is het belangrijk dat de studenten deze studie afronden. Het gaat in deze om economiestudenten die accountancy als richting hebben. Want daar zit de echte uitdaging in als je een nieuwe opleiding start, zei Mons verder. We zijn aan het begin. Het is de eerste maanden. Alle begin is altijd goed. Ja, maar naarmate je verder gaat, zul je merken dat dingen niet meer lopen zoals toen het begon. En dat is erg belangrijk. Een van de belangrijkste dingen is, en ook degene die werken, degene die een gezin hebben, het is heel belangrijk om te communiceren met je omgeving. Degene die geen gezin hebben, maar wel een partner, wel de familie eromheen, de mensen met wie je ook. Vaak gaan we ervan uit dat ze moeten begrijpen dat we studeren. Ik heb het druk. Hoe kan je van me vragen dat ik dit en dat en zo moet doen, want ik studeer? Ja, maar je studeert, je werkt, maar dat is niet het enige. De uitdaging is de studie succesvol afronden. Ik ga verder. Dus de uitdaging is de studie in de nominale tijd succesvol afronden. Maar gedurende dat traject moeten er nog een aantal dingen gebeuren. Mireille Mons was dat, student-decaan van de masteropleiding Accountancy. Ze sprak gisteren tijdens de lancering van de opleiding die valt onder de faculteit der maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit.